Terstreinigek nieuws. Metropolitan extra editie. Begint de leukste serie van mijn reis. Nu gaan we met de Metropolitan. Dus de eerste keer dat ik ermee ga, maar ook meteen de laatste keer, want deze trein gaat volgende week uit dienst. Treintoertje doen. Dat is natuurlijk ook een afscheids video van dit materiaal. Dus de stuurstandrijtuig van de Metropolitan. En die hebben ook internet. Dit is denk ik nieuw bijgebouwd. Dat was denk ik niet in de jaren 90. Er staan dat 7 rijtuigen. En dit is een stiltecoupé. Maar we gaan even de trein doorlopen. Dit is een eerste klas. 2 plus 1 opstelling. Een grote kindertoilet. Oh. Zo, we komen langs mijn coupé waar ik in zit. En deze stoel heb ik op gereserveerd. En dan ga je de Bord Bistro rijtuig. Hoe lang in dit is het onderverkoop? En dan krijg je een paar rijtuigen die gedeclasseerd zijn. Een gedeclasseerde tweede klas rijtuig is dit. Ook met 2 plus 1 opstelling. Hoe vindt het dan met de klas? Dan is op slot, toilet. En dan weer een 2 plus 1 gedeclasseerde eerste klas rijtuig. Een dienstabtel. En er zijn allemaal gedeclasseerde eerste klas rijtuigen. Die oude tweede klas rijtuigen ben ik nog niet tegengekomen. Weer een Bord Bistro rijtuig en deze is gesloten. Kijk jongens, en hier heb ik nog een tweede klas rijtuig. Dan gaan we hier nog even een sit review doen van deze tweede klas. Dat zijn ja. Nou, zit prima eigenlijk. Het zijn hetzelfde als wat in de BPMZ rijtuigen zitten, dus dit ken ik. Maar dan is het van blauwe stof. En daar is bijna het einde van de trein. Dus zo ziet de Metropolitan eruit. En ook hier een eenpersoonszitting. En de Metropolitan wordt gereden door een intercity lok van de Duitse baan. En voor mijn gevoel zijn het ook ongemoderniseerde intercity rijtuigen. Verder. Wel mooi ding, zo ziet de trein eruit van binnen. De trein zit ook één stopcontact verstopt in de stoelen. Ja. En je kunt zelfs ook nog een ober roepen. En dit is station Kutzersloeje Houtbaanhof. Ik maak het ook nog even een wc-review. Nou, dit is een balzaal. En het is schoon. Dus prima.
dat je deze vlog afsluit. Ik heb alvast vooruit gewerkt. Deze maand komen nog, voordat deze Metropolitan videovlog echt online komt, 5 december komt deze deel 1 online. En er komt nog een keer een vlog over de Achterhoek met de lijn 56 komt nog online. En nog een vlog die ik al eerder heb gemaakt in augustus als voor quarantaine vlog van de corona. Die dacht dat toen de lockdown aankwam vlog komt ook nog aan. Dus met de buurtbus in Borne is dat. En er komt nog een vlog van de kerstspecial. En dat is de laatste video van 2022. Dus daar ben je alvast op de hoogte. Dus als je wil abonneren, dan ben je op de eerste been met deze 3 nieuwe video's die er aankomen in december.